Peter Vonckert, welkom bij Café Weltschmerz. Dank je wel. Ik wil de kijker eerst vertellen waarom jij degene bent die hier vandaag zit. En dat betekent dat ik je doopzeel voor een klein deel moet lichten. Maak je geen zorgen, we houden dat allemaal heel keurig. Peter Vonckert, je bent geboren in 1953 en studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna begon je een financiële carrière te maken bij de optiebeurs, bij ABN AMRO. En daarna werd je ook ondernemer. En als ondernemer is een van je wapenfeiten dat je heel direct betrokken was aan de wieg stond van Taxi Direct in een tijd van de taxioorlog. Dus een zekere assertiviteit kan je niet ontzegd worden. Daarna werd je docent aan de HES en aan de HVA. En werd je ook voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van die fusiebijeenkomst van die HVA. Momenteel ben je ook lid van het verantwoordingsorgaan van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Je bent dus, in mijn ogen, de ideale man om met ons te spreken over medezeggenschap, over zeggenschap bij het grootste bedrijfstakpensioenfonds dat we hebben in Nederland en een van de grootste fondsen ter wereld, namelijk het ABP. En het is misschien heel goed als ik je eerst vraag om kort aan te geven hoe dat ABP nu eigenlijk bestuurd wordt. Hè? Hoe is dat geregeld in de praktijk? Nou, het is waarschijnlijk wel bekend dat het ABP heeft zichzelf opgesplitst. Hè? Dus in het bestuur van het ABP, de uitvoeringsorgaan, het APG. Ja. Daar is nog wel eens wat verwarring over, omdat die namen door één uitwisselbaar worden gebruikt. Maar het ABP is eigenlijk, ja, tot ieders verrassing, een instituut waar volgens de laatste cijfers 26 FTE werkzaam is. Dus dat zijn er misschien 30 of zo met de part-timers meegerekend. Terwijl bij APG er meer dan 3000 mensen werken. Dus dat is al een beetje een bizarre verschijning. Want de beslissingsbevoegdheid ligt dus eigenlijk bij het ABP. Ja, APG heeft afspraken gemaakt met ABP over pensioenbeheer en service levels agreement. Een beetje de gangbare procesafspraken die een uitvoerder altijd maakt. Maar de beslissingen worden feitelijk genomen door het bestuur van het ABP. En ja, dat zijn dus 12 mensen die benoemd zijn op basis van pariteit. Dus 6 van de werkgevers en 6 van de werknemers. En dat zijn dus de klassieke vakbonden FNV, CNV en de Unie. Ja, in het bestuur van het ABP zitten dus 12 mensen. Het totale kapitaal wat bij het ABP belegd is, dat is in de orde van 300 miljard. Nou, iets meer zelfs. Iets meer zelfs 50, tegenwoordig, ja. En dat beperkte aantal mensen is dus de economische eigenaar namens die stichting ABP van al die pensioengelden. Mm-hmm. De deelnemers. Wat is de rol van de deelnemers? Wat hebben die te zeggen? Feitelijk niet zo heel veel. De wet is veranderd een paar jaar geleden. Waardoor de pensioenfondsen wat meer inspraak en meer medezeggenschap moeten toestaan. Dat is overigens een wet die is in elkaar gezet, heb ik begrepen, door mensen van het ministerie van Financiën en Sociale Zaken. Ieder bedrijfstakpensioenfonds had een zekere beleidsvrijheid om die verkiezingen zelf in te richten zoals ze goed dunkten. Ja. Het ABP heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de slapers te negeren. Dus de mensen die wel in het verleden aangesloten zijn bij het pensioenfonds, omdat ze een aantal jaren of soms zelfs een aantal maanden bij een overheidsinstelling hebben gewerkt of in het onderwijs. Maar de slapers zijn daaruit gehouden. Dus er is een verantwoordingsorgaan in het leven geroepen. Dat bestaat uit 48 mensen, 48 leden. De verdeling is gepensioneerden, werkgevers en deelnemers. Dus degenen die nog werken, de huidige betalers van de premies. En die drie categorieën die worden in de toekomst aangepast, onaangelang de omvang van de aanhang zich gaat verschuiven. Ja. Nou, dan, gezien de demografische ontwikkelingen die we in Nederland zien, mag je er dus van uitgaan dat de gepensioneerden straks een groter deel zullen gaan bezetten van die 48 zetels. Ja. En dan even over het verantwoordingsorgaan zelf. Heeft puur adviesrecht op een heel aantal gedefinieerde zaken. Maar in principe kan het verantwoordingsorgaan natuurlijk ook advies geven over zaken die haar niet zijn gevraagd. Ja. En wat is nou eigenlijk de rol van de werkgever daarin? Als je kijkt naar de teneur die we de laatste tientallen jaren eigenlijk zien bij de organisatiegraad. Dus hoeveel procent van de mensen in een bepaalde bedrijfstak is lid van een vakorganisatie.
dan zie je dat dat eigenlijk gestaag aan het dalen is. Klopt. En landelijk zitten we onder de 20%. En dat verschilt nogal per sector. Want in de horeca is bijvoorbeeld de organisatiegraad weer lager. Of bankwezen was die altijd lager. Ja. Dan bijvoorbeeld bij de overheid. Ja. Dus het ABP, wat typisch een overheidsbedrijfstakpensioenfonds is, het grootste. Heeft dus heel veel ambtenaren of semi-ambtenaren die hebben aangesloten. Die 2,8 miljoen mensen. En daar is de organisatiegraad iets hoger. Het ligt een beetje aan de sector. Maar het vermoeden is ergens tussen de 25% en de 30%. Ja. Dus dat wil zeggen, 25% tot 30% maximaal van de werknemers. Van de mensen die werken. Die werken in die sector. Ja, van die niet van de gepensioneerden. Nee, van die 2,8 ja. miljoen mensen. Ja. Is lid van een vakbond. En het bestuur van het ABP bestaat dus voor de helft uit vertegenwoordigers van die vakbonden. Dus je kunt eerlijkheidshalve zeggen dat 75% van de werknemers in de overheidssfeer niet vertegenwoordigd is in het bestuur door iemand van haar eigen keuze. Haar eigen vakbond bijvoorbeeld. Dat zijn de harde cijfers en dat is toch eigenlijk een ontluisterende conclusie, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het is al heel wat dat we een verantwoordingsorgaan hebben. Ja, okay. Want er was natuurlijk helemaal geen sprake van inspraak. Er werden wel hoorzittingen georganiseerd en er werden focusgroepen georganiseerd om te polsen wat er leefde onder de deelnemers, die 2,8 miljoen mensen. Maar het ging steekproefsgewijs, maar ze hadden feitelijk niet zoveel of eigenlijk niks te vertellen. Nee. Ze hadden ook geen recht op informatie bijvoorbeeld. Klopt. Ja. In wezen zitten we nog met een situatie van 70 jaar geleden... als het gaat om het ontbreken van instemmingsrecht. Bij pensioenfondsen begint nu langzamerhand het besef door te brengen... dat mensen die premie betalen, hun hele leven, hun hele arbeidszame leven... dat die dan ook op de een of andere manier betrokken willen worden bij wat er dan met dat geld gebeurt en hoe het wordt verdeeld. En de doorsneepremie, het is in een eerdere uitzending wel eens aan de orde geweest. Er is gekozen voor een plat tarief voor alle categorieën leeftijden. Ja. Dus iemand van 20 betaalt hetzelfde als iemand van 60. Terwijl de risico's natuurlijk duidelijk anders zijn. Dat hoef ik niet te vertellen. Maar al die benaderingen die vroeger op geld deden, die staan nu onder discussie. Ja. En ik denk dat het onhoudbaar is om veranderingen aan te brengen in het stelsel zelf. Drastische veranderingen. Zonder dat je daar draagvlak van creëert bij de deelnemers. Ja. Het kan alleen maar een kans van slagen hebben als de betrokkenen het eens zijn geworden. Ja. Ook onderling. Daar wil ik zo op terugkomen. Ik wil voordat we dat doen eerst een ander punt aan de orde stellen. En dat is het feit dat bij de overheid uiteraard, bij de semi-overheid ook, maar ook bij de pensioenfondsen, met name ook het ABP, dat er heel veel politieke benoemingen plaatsvinden. En als die pool van mensen waar je uit kunt kiezen dermate klein is, dat je per definitie niet de beste kandidaten op die functie krijgt. Wordt dat ook binnen een verantwoordingsorgaan, wordt dat ook als een probleem ervaren? Het benoemen van bestuursleden is dus eigenlijk overgelaten aan de deelnemers die op pariteitsbasis, de werkgevers en de werknemersorganisatie, die gezamenlijk het bestuur vormen. Alleen het ABP kan ook kiezen voor een onafhankelijke voorzitter. Ja. En die moet dan eigenlijk draagvlak hebben binnen het hele bestuur. En dat is... In de laatste jaren is dat steeds vaker iemand geweest die in de politiek actief is geweest. Mm-hmm. De huidige voorzitter Corien Wortman zelf ook. Een aantal jaren voor het CDA en het Europarlement. En zeer actief zelfs. Dus die kent het klappen van de zweep. En nou, is daar nou iets voor of tegen? De ene bestuurder en de ene voorzitter is daadkrachtiger en misschien wat dominanter dan de ander. Mijn ervaring is dat hoe minder daadkrachtig en je voor de troepen uitloopt als voorzitter van een bestuur, des te meer je kunt bereiken. Want je moet tenslotte gezamenlijk besluiten nemen. Mm-hmm. En politici hebben toch wel bij uitstek geleerd om met verschillende uiteenlopende standpunten toch nog te kunnen komen tot iets wat tot een compromis kan leiden. Mm-hmm. Goed. Maar ik begrijp je punt. 150.000 mensen die lid zijn van een politieke partij. Nou, er worden ook mensen die niet lid zijn van een politieke partij benoemd tot bestuurslid van een pensioenfonds. Hè, want ze komen in principe uit de vakbondsbeweging. Ja. En die hoeven dus niet lid te zijn van een politieke partij. Nou ja, dat is natuurlijk ook een vorm van politieke benoeming. Er is geen sprake van democratie. De deelnemers, de aangesloten, hebben feitelijk helemaal niks te zeggen over wie daar nou eigenlijk bestuurslid wordt. En ik denk dat dat niet meer houdbaar is. Exact.
En het leidt ook al te gemakkelijk tot een situatie waarbij kennis ondergeschikt wordt aan de kennissen die je hebt. En dat is natuurlijk ook... Nou ja, de centrale bank, hè, de huidige toezichthouder, ja, zou ik maar zeggen, heeft wel geleerd van de crisis. Mensen worden ook strenger en vaker gescreend. Voorheen was het, we hadden geen tijd om ze te screenen. Bovendien, ze begonnen aan een opleiding om te leren hoe pensioenen werken op het moment dat ze bestuurslid werden. Nou, die tijden zijn gelukkig voorbij. Ja. Er worden ook mensen afgewezen. Dus het is niet meer een vanzelfsprekendheid als iemand geparachuteerd wordt als bestuurslid in een groot bedrijfstakpensioenfonds, dat hij dan automatisch wordt goedgekeurd door de Nederlandse bank. Dat kunnen we vooruitgang noemen. Dat is een verbetering, ja, want er was feitelijk heel weinig. Ja. Er werd niet getoetst op kwaliteit. Inderdaad. Maar dat is sowieso met politieke benoemingen. Er wordt überhaupt nooit getoetst op kwaliteit. Als je een kabinet gevormd wordt met 3 partijen en ze zijn het over de zetelverdeling binnen het kabinet eens, en dat is al heel wat, dan is het nat dan om nog eens een keer kritiek te gaan leveren op een staatssecretaris die wordt aangedragen door een van de andere partijen. Dan moet je hele goede redenen hebben, wil je daar een punt van kunnen maken. Inderdaad. Ik denk persoonlijk dat het verantwoordingsorgaan de eerste opening is naar een orgaan dat instemmingsrechten gaat verkrijgen in de toekomst. Mm-hmm. Dus echt, ik denk dat het een soort ondernemingsraad gaat worden met bepaalde cruciale punten. Vooral omdat we aan de vooravond staan van een stelselwijziging. Ja. Daar zijn de meeste geleerden het wel over eens en de betrokkenen ook wel. Dat zal nog wel heel wat voeten in de aarde hebben, maar er komt een ander stelsel. En dat kan niet anders dan doordat er draagvlak is onder de alle aangesloten van een pensioenfonds. Dus dat betekent dat je dan bestuursleden en een soort verantwoordingsorgaan of een medezeggenschapsraad of een ondernemingsraad moet kunnen creëren die gaat toezien op het functioneren van het bestuur. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik kan je niet vertellen wanneer, of dat over een jaar of over 2 jaar is. Ik hoop zo snel mogelijk. Ja. Maar dat is datgene waar we naartoe gaan. Ja. Maar we hebben behalve advies, we hebben natuurlijk ook nog, we hebben ook recht op informatie. Ja. En dat wordt vaak onderschat. Want vroeger was het menig bedrijfstakpensioen was een gesloten vesting. Absoluut. Als je iets wilde weten, dan kon je op antwoord wachten, maar meestal kreeg je dat niet. En door de wetswijziging kunnen ze om die vragen niet meer heen. Dus je ziet al hier en daar dat de bestuur geprikkeld wordt om zorgvuldiger te rapporteren, maar ook zorgvuldiger te opereren. Ja. Nou, het is een transitiefase, zo zie ik het. Maar wat mij altijd intrigeert, dat zijn ook de publicaties die het ABP uitgeeft. He, die publicaties, dat zijn de magazines. De magazines. Mm-hmm. Er zijn magazines voor alle deelnemers. En er is een glossy magazine voor belanghebbenden bij het ABP, beleggers enzovoort. Mm-hmm. En als je kennis neemt van de inhoud van die magazines, dan is dat allemaal onderdeel van wat ik maar de feel-good show noem. Het is allemaal bijzonder positief van toon. Problemen die komen eigenlijk helemaal nooit aan de orde in die magazines. En critici en zelfs kritische geluiden van organisaties die deskundig over pensioenen zijn, die worden stelselmatig geweerd uit die magazines. Dus hoezo transparantie, hoezo communicatievaardigheden? Ja, nee, ook dit herken ik wat je nu zegt. Dat herkent mijn fractie trouwens ook, waar ik deel van uitmaak. Dat was ook de reden om die fractie op te richten, de lijst voor onafhankelijk pensioen. Ja. We konden nog net op de valreep meedoen aan de verkiezingen. Ja, want het was ons nou, dat werd niet makkelijk gemaakt. Met kerstmis 2000 handtekeningen verzamelen is nou niet erg makkelijk in de overheidssector. Nee. Maar het is ons gelukt, dat dankzij de inzet van een flink aantal, vooral jongere mensen. Maar we herkennen die twee punten. Dat hebben wij ook tot onze speerpunten benoemd. Dat er meer transparantie moet komen over wat er feitelijk gebeurt. Dus we hebben ook heel veel vragen iedere keer. Ja, ja, daar blinken we wel echt in uit. En dat er beter moet worden gecommuniceerd over de antwoorden. En dat was het ABP kennelijk niet gewend, of maar in zeer beperkte mate. En dus ja, we zijn nu anderhalf jaar in functie, zou ik maar zeggen. En heel voorzichtig, beetje bij beetje, maken we vorderingen. Mm-hmm. Maar het is nog niet zoals het moet zijn. Het is alsof het ABP verantwoording afleggen is totaal nieuw. Dat waren ze niet gewend, dat waren ze niet van plan. En als dan het ABP had gelegen, was het ook nooit zo ver gekomen. Nee, dus ze genieten er niet van. Dat is het was niet een feestelijke dag toen dat werd opgelegd, zou ik maar zeggen. Oké, de tijd schrijdt voort. En we moeten natuurlijk niet alleen maar kritisch kijken naar de situatie van nu. We moeten
misschien nog wel belangrijker, ook kijken naar hoe het allemaal verder moet. Hè? Ja. Hoe zien wij nu de toekomst van de pensioenfondsen? We hebben een discussie tussen jong en oud. Dat is een van de hete hangijzers in de discussie over pensioenen. Ja. Vanwege die doorsneepremie. Mm-hmm. Iedereen betaalt hetzelfde, maar jong draagt eigenlijk bij aan oud. Maar het aantal jongeren neemt af. Dus de vraag is of die jongeren straks ook, als ze oud zijn, verzorgd worden door de jongeren. En dat is waarschijnlijk niet het geval, omdat de samenleving anders is ingedeeld. Klopt. Dus het stelsel is niet houdbaar. 90% is de dekkingsgraad van het AWP. En dat is de nominale dekkingsgraad. Dat wordt er ook nooit bij gezegd. Dus dat is exclusief indexatie. Ja. Dus als we de indexatie gewoon overboord kieperen, dan hebben we nog maar 90% van de geld en de middelen in portefeuille om daaraan te kunnen voldoen. Je moet niet denken aan de reële. Dus geïndexeerd, dan zou de dekkingsgraad staan. Ik heb eens even nagevraagd links en rechts, maar wellicht onder de 70%. Ja. Dat moeten we maar eens een keer het ABP vragen, want daar geven ze meestal geen antwoord op, heb ik begrepen. Precies. Maar, en dus er zijn al te veel dingen beloofd. En daar hebben we natuurlijk ook nu mee te maken. En ik denk dat het vertrouwen in pensioenfondsen een enorme knaag heeft gehad. Omdat er gesuggereerd is dat de afspraken keihard waren. De indexatie onder andere. Ja. En in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Nou, dat was natuurlijk een deuk van reputatieschade. Dat is ook een goed moment om eens een keer te kijken naar het stelsel of het nog wel voldoet aan de eisen van de huidige inrichting van de samenleving. Nou, ik denk dat bijna alle deskundigen en kenners van de materie daarover eens zijn. Er moet iets veranderen. Den Haag in de Kamer is. Maar in welke richting? Er zijn heel veel varianten die de ronde doen. Er zijn hele goede ideeën op tafel gelegd. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je moet de fondsen onmiddellijk stoppen. Dus je moet stoppen met het blijven innen van premies. Je moet de pot die dan overblijft, moet je op een rechtvaardige manier verdelen tussen betalers en ontvangers. Dus degene die nog werken en degene die al gepensioneerd zijn. Dat wordt nog een hele discussie. En tegelijkertijd moet je een nieuw fonds opbouwen wat de keuze geeft aan de deelnemers. Onder andere de verplichtstelling. Hè, want 80% van de bevolking, de werkzame bevolking, is verplicht aangesloten bij een fonds. Ja. En daar zit natuurlijk ook de kritiek en ook de woede. Ik kan niet weg. Ja. Ik voel mij opgesloten. Ja. Dus het nieuwe stelsel, dan oude fondsen blokkeren we, bevriezen we. Dan gaan we een afspraak maken hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Want die gaat alleen maar uitkeren. Ja. Er komt geen cent meer binnen. En we gaan nieuwe fondsen oprichten die meer recht doen aan die leeftijdsverschillen, jong en oud. Maar ook zorgen dat je keuzevrijheid hebt. Exact. Ja. En als je premie, het ene jaar als je wat meer verdient en het andere jaar wat minder, dat je daarmee kunt omgaan. Want die tools die zijn er. Dat leidt dan meteen tot een laatste punt. Ik zou zelf geneigd zijn te denken dat de politiek gegijzeld wordt door de sociale partners die in het behoud van het huidige stelsel natuurlijk hun eigen belangen hebben. Ja, weet je, de samenleving is dus eigenlijk degene waar het over gaat. Hè, dan natuurlijk de werkenden in principe, hè, want die zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Maar het gaat dus eigenlijk over de politieke partijen heen. En vakbonden, de vakbond FNV heeft. De leden van de FNV zijn overwegend ouder, blank en mannelijk. Zo is dat. Dus dat is geen representatieve vertegenwoordiging van de samenleving. Maar politieke partijen, er zijn een paar politieke partijen die apert tegen elke vorm van verandering zijn. De SP is daar een voorbeeld. Maar de SP is überhaupt niet zo'n veranderingsgezinde partij op een aantal terreinen. Mm-hmm. Velen wel, maar niet alles. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn binnen de andere gevestigde partijen, zoals CDA, VVD, Partij van de Arbeid en D66, dat daar consensus moet zijn te vinden. Omdat die aanhangers van die partijen, die zijn ook niet allemaal erg oud of erg jong. Hoewel D66 relatief veel jonge kiezers en leden heeft. Maar daar moet een oplossing gevonden zien te worden. Ja. En dat betekent dat je recht doet aan. Ja, het wordt een hele discussie over het verdelen van die pot. Ik denk dat dat nogal moeilijkere discussie wordt dan het oprichten van een nieuw fonds. Want daar gaan mensen betalen. Daar hebben gepensioneerden ook niks mee te maken. Want een nieuw fonds zijn alleen nog maar betalers. Maar gaat die stelselwijziging optreden onder het huidige kabinet nog? Nou, dat kan over. Dat is over ruim een jaar sowieso afgelopen. Maar dat denk ik niet. Nee. Het is misschien zelfs wel een blokkade, dit kabinet. De VVD en de Partij van de Arbeid kijken toch op een andere manier naar pensioenen. Het zijn bijna de werkgevers en de werknemers, zou je zeggen. En daar zit natuurlijk altijd conflict.
verschillen. Ja. Dit lijkt me een buitengewoon helder afsluitend woord. Dames en heren, u hebt geluisterd naar grote problemen bij het ABP. We hebben geconstateerd dat de politiek niet op korte termijn in staat zal blijken om de broodnodige stelselwijzigingen aan te brengen. De politiek faalt dus in wezen op dit punt. En de zorg bestaat dat we moeten wachten tot in zekere zin de wal het schip keert. Peter, hartelijk dank voor dit gesprek. Dit was Café Weltschmerz. Ik wens u een prettige dag.